Welkom bij jaargang 4 en aflevering 273 van de Vierkante Paal. Wij zijn terug. De kater na het winnen van een dubbel heeft ongeveer anderhalve maand geduurd, maar nu zijn we weer klaar om erin te vliegen. Onze eerste sportieve afspraak is er meteen weer eentje met... Een afspraak met de geschiedenis, zo moet ik dat zeggen. Want zondag kunnen we voor het eerst in onze geschiedenis de Supercup winnen. We beschouwen voor op die match en we, dat zijn... Dylan van Roo. En... Geron de Wulf. En ik, Thomas Lemmer. Welkom. Ja, boys. Welkom terug. Het is 19 juli 2023, men zeggen en schrijven. Ja. Wat hebben jullie gedaan het voorbije anderhalve maand, Geron? Gewerkt. Elke dag de golven een topie gezien. En basically, that's it. Ik heb nog geen verlof gehad. Oké. En Dylan? Ik heb wel een verlof gehad naar het exotische Zuid-Holland. En eigenlijk hetzelfde als Geron, gewoon elke dag naar de golf van Toby Alderweireld gezien. Ja, terecht. Genoten van het kampioenschap, dubbel kampioenschap. En nu ben ik gewoon aan het uitkijken naar het nieuwe seizoen, sinds toch anderhalve week. Het is altijd goed voor mij dat er zo even een kleine pauze tussen zit. Maar dan begint dat te kriebelen, hè. En wil je terug matchen zien en wil je terug de kameraden ontmoeten. En ja, blij dat het terug begint. Ook blij dat ik jullie nog eens zie. Dat is ook anderhalve maand geleden zoiets, hè. Ja. We hebben elkaar even gemeden. Ja. Nee, dat is nodig. Ja. Nee, we hebben inderdaad ook even een pauze gepakt. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dus ik heb van de Bob eigenlijk een leugenaar gemaakt, want hij heeft in de laatste aflevering gezegd, ik denk dat het een Bob was, dat we nog van alles gingen doen in het tussenseizoen, maar uiteindelijk heb ik helemaal niks gedaan. Dus mijn excuses aan Bob. Ik heb echt zo decompressie gehad. Hoewel ik natuurlijk niks te maken heb met een titel, met een dubbel, maar voor mij was dat wel even... Ik wist niet meer waaraan dat ik nog moest beginnen. Dat ultieme succes heeft mij wel... Even van de kaart geveegd. Op een paar weken. Ik weet niet. Ik vond dat moeilijk om mij te motiveren. Zo blijkt. Om terug van alles rond de Antwerpen te doen. Dat is precies van... Het hoofdstuk is afgesloten. Het boek is af. Wat nu? Wat moeten wij nu nog doen? Dat graafgas. Dus dat was mijn gevoel. En dat is ook een beetje de reden waarom uiteindelijk iemand niks gebeurd is. Ja, bij mij is het een beetje... dat het toch een paar weken geduurd is... Om te sijpelen. Ja. Maar dan heb ik het leuke meegemaakt dat ik heel veel keer, een stuk of 5-6 keer, in Limburg heb gespeeld, rond de buurt van Genk, met heel veel Genkies. Ja. En toen begon ik het echt te beseffen. Want die weten allemaal dat ik Antwerp supporter ben. Ja. Ik heb dat een paar keer ook echt op het podium gezegd van... ik heb zelfs één Limburgse Antwerp supporter die kei blij was. Zalig. Dat hij niet alleen zat. En ja, het trauma bij Genk is heel groot. Dat zal wel. En wat zei jij van? Wacht mee applaudisseren tot de allerlaatste minuut. Ja, ik geloof het niet. Geloof ik op het vel van Olmbeer voordat. Ja, je hebt neffen geschoten. Ja. En dan zei ze ook van ja, Brugge heeft alle kampioen gemaakt. Ik zeg nee, Brugge heeft alle kampioen gemaakt. En wij hebben het aan Afrika. Dus ja. Alright. Dylan, zijn uw abonnementskaartjes al binnen in uw brievenbus gevallen? Ja, sinds vandaag. Ik heb er wel maar één, Thomas. Het is een publiek. Ah, ja, sorry. Dat je er 300 hebt ongeveer. maar ik heb er één, dus ik heb één abonnementskaartje. En ik was blij verrast om een retrofoto, spoiler alert voor mensen die een niet werkende facteur hebben. Een retrofoto staat erop, mm-hmm. Van de oude Bosuil. Ja. Plezant, ziet er chic uit. Classy. Ja. Ja, 100 jaar Bosuil, dus dat wordt gevierd, ja. Dat is mooi. Daar zijn we blij mee. Geron, jij hebt geen abonnement. Daarom mijn vraag stond hier fout geschreven. Abonnementskaartjes, man. Nee. Maar jij gaat toch wel naar de Supercup kunnen gaan zien dan? Of moet jij werken of zo? Nee, ik moet niet werken, maar ik moet ook niet omroepen. Dus ik heb ook nog niks gehoord of ik binnen raak.
Met wat chance kun je nog een ticketje online kopen, want ze zijn om de laatste bezig. Ik gewoon mijn kanalen gebruiken om misbruiken. Allemaal prima. Broer, fix gistlist. Dus dat, hè. Mannen, wat zijn jullie doelstellingen voor dit seizoen? Want ik heb al gezegd, voor mij totale decompressie. Ik hoop dat de spelers en de trainers en de sportieve omkadering Antwerpen dat gevoel niet heeft en dat die gewoon opnieuw kei ambitieus zijn. Dylan, wat wilde jij persoonlijk in uw supportersbestaan dit jaar bereiken en bij uitbreiding de Antwerp zien doen? Jij spreekt over decompressie afgelopen weken en het twijfelen over de zin van het bestaan. Ja, zoiets, ja. Bij mij was het anders, want ik wil uit de depressieve days breken. Okay. Omdat er heel slecht voor stond in die laatste wedstrijd en het dan toch op die manier over de streep trekken, ja, dan moet je toch wel wat positiever in het leven staan. Dus een persoonlijke ambitie is om mede positief te zijn. Okay. Dat komt in orde. Dus meer naar de Geron luisteren is uw persoonlijke ambitie. Ja, Geron, het moet ook niet naïef worden, dus ik wil er toch nog ergens een gulden middenweg in vinden. Ja. Maar dat is het persoonlijke. Niet altijd van het slechtste op voorhand uitgaan. En gewoon durven zeggen van ja, het komt goed. Want het komt miracles goed. Do happen. Dat is gebleken. Ja. Dus als je vraagt persoonlijk, dat. En als je me vraagt waar ik op dit moment het meest naar uitkijk, ja, dan is dat toch wel proberen om die een Champions League binnen te halen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Dat zal het moeilijkste zijn in die eerste maanden dat we moeten doen. Maar dat zou toch echt wel heel chic zijn. En dan heb je wel terug een nieuwe ambitie, Thomas. En heb jij terug weer zin gevonden. Daar heb ik wel zin in. Oké. Okay. Geron, mag ik de Dylan mee in uw clubje van optimisten? Ja, maar ik ga hem een beetje bang maken nu. Ik wil ook niet naïef zijn, hè. Laten we daarmee beginnen. Ja. Maar ik vind het wel altijd een competitie mee om te winnen. Dus ik kan ervan uit dat we zoveel mogelijk raken in alles. Mm-hmm. Maar ik meende ook als ik over de Champions League zeg. We hebben vorig jaar Mechelen en Beker, dus volgend jaar is finale Wembley. Dat is het stramien dat wij doorgaans aanhouden. En dat zou dit jaar kunnen. Nu iedereen zegt, Geron, dat is onmogelijk. Okay, het kan heel moeilijk zijn, Maar vijf jaar geleden, denk ik, Ajax, tot in de halve finale geraakt, had daar eigenlijk moeten winnen. Ja. En dan had hij de finale gespeeld. Dus dat hoeft niet onmogelijk te zijn. Je hebt een paar mirakels nodig. Mm-hmm. Je moet zien dat je niet tegen Man City uitkomt in je kwartfinale, want dan wordt het heel moeilijk. Maar als je zo toevallig in een helft komt waar je tegen de net iets kleinere goden terechtkomt, dan hoeft dat niet schier onmogelijk te zijn. Ja. Dus zolang dat het kan, denk ik dat wij nog Wembley gaan. Okay. We moeten eerst die groepsfase halen. En ik weet het, dat is naïef om te denken dat 100% gaat gebeuren, maar ik heb wel zoiets van, fuck. Waarom zouden we er niet even van mogen dromen? En dan met dat niet doorgaan, ça va, daar kan ik keihard mee leven. Maar ik heb wel zoiets van, waarom, het dromen ervan is nu al leuk. Okay. Stel u voor. Dylan, wilt jij uit de Geron zijn clubje nu? Of, ik heb nooit gezegd dat ik erin wou. Ik wou een gulden middenweg vinden, heb ik gezegd. ik droom op dit moment van deelname. En daarna zal ik zien in hoeverre dat ik richting nog dichter bij de Geron schuif. Maar gewoon al op de Bosuil kunnen zitten en de hymne horen, dat zou... Dat zou kiekeboebelen zijn, hè? Ja. Kiekeboebelen en terug een beetje blijten. Zoals bij wel meermalen is gebeurd bij de titelviering. Dat zou een droom zijn. Alright. Als we het nieuwe seizoen aanvatten, dan doen we dat doorgaans in nieuwe truitjes. Hè? De meeste clubs doen dat toch? Bij ons nog niks van gehoord. En normaal, in andere jaren, zou al een tribune zijn afgebroken door woeste fans die willen weten hoe dat die nieuwe truitjes eruit zien. Vooralsnog alles rustig. We hebben juist een dubbel gewonnen, hè? Dat helpt. Weten jullie
meer? Hebben jullie een gevoel? Wat gaat het dit jaar worden? Maar ik zit er niet echt op te wachten. Niet, maar, nee? Je wilt gewoon dezelfde truikjes forever. Ja, ja, ja. Eén, ja. en twee, we hebben net nieuwe truitjes. Zo voelt dat voor mij. Hè? Dat is de eerste keer dat we ineens, in het midden van het seizoen, of toch naar mijn weten, met nieuwe truitjes spelen. Dat heeft een kolken, dus dan ben ik content. We hebben toch de play-off gespeeld met nieuwe truitjes? Oh ja, dat waren dan die retro... Oh ja, maar dat is toch niet halverwege het seizoen? Ja. Bedoelde jij die toch, Dylan? Ja, ja, tuurlijk. Okay. Ja, dat is... Dat was het einde van het seizoen, dat wou ik zeggen. Eind april, ja. Begin mei, we zijn die gelanceerd. Dus. Ja. Maar ben je wel benieuwd, hè? Ja, voilà. En ik kan al... er is ons gezegd in ons WhatsApp-groepje dat bevestigd is dat de truikens zaterdag, wat zeg ik, gewoon de zondag, de match, met de Supercup, dat wij nieuwe truikens gaan spelen. Dus dan gaan die nog een beetje ervoor worden voorgesteld en zo, met een fotoshoot. Het heeft ook iets met een truiken te maken, maar ik heb van een Davino, die deze week getrouwd is in Tunesië, met zijn madame, vorige week een filmpje gekregen, waarin Sam Vines een oefent-t-shirt voor mij aan het tekenen is. Mozee. ik heb toch nog een truik. Zalig. Maar dat zijn die rooibaden gewoon, dat is in trainen. Ja. Alright. Maar dat had ik nog niet. Dus, hey. Is het in uw maat of is het in zijn maat? Ik denk het dat de training worn is. Oké. Okay. Mooi. Dus dat is van de muur te hangen. Van uw zoon. Ik hoop wel dat het terug zo wat retro-achtig is. Daar heb ik altijd wel zo'n zwak voor. Niet dat het dan zo iets mega modern is of zo. Ja, met bel op of zo, TV-express. Ja, ja, ja. Dat zou ik wel tof vinden. Gewoon niks te strak of te modern. Kolken erbij. Verwijzing not stad. Maar dat vind ik meestal wel leuk met de... Met een huidige shirtleverancier, dat die daar toch altijd wel iets Antwerps of iets van geschiedenis of weet ik wat willen insteken. Ja. Dus ik verwacht daar wel iets van. Alright, we zijn benieuwd. De match van de zondag, de Supercup, die is uitverkocht. En dat in vol Antwerps bouwverlof. Tomorrowland, weekends enzovoort. Vinden jullie dat verrassend? Want sommige mensen benaderen dit als een vredelde oefenmatch, terwijl dat veranderen een prijs is, gelijk aan anderen. Dylan, zei jij verrast dat het uitverkocht is in Bosel? Ik dacht dat er nog een paar honderd tickets beschikbaar waren. Ja, oké, maar het is nu woensdagavond, als we vanuit gaan dat tegen zondag. Maar ja, ik vind het aan zich wel straf, langs de ene kant, omdat het inderdaad, omdat er wel wat te doen is en dat het ook vakantie is, langs de andere kant, wie wil er nu niet de dubbelkampioen aan het werk zien? Ja. Het is ook een half stadion. Het is geen volledig stadion. Dat is ook... dus in dat opzicht... 16.000 man, of wat is het? Ik viel niet van mijn stoel. Dan niet, maar ik vind het wel. Ik vind het wel tof. Het is wel een bevestiging dat het rood-wit legioen altijd staat. Dus dat gaat gezellig worden. Dat gaat plezant worden. Ja, en als er op de beker 25.000 man in Brussel zat en er nog 10.000 om een Bosuil stond, ja, dan verschiet ik ook niet van dat we er nu 16... in ons stadion krijgen. Ja. Alles wat niet uitverkocht is, dat vind ik een falen. Oké, duidelijk. Dus we zijn aan het slagen dan. Het is dus de tweede keer dat we de Supercup spelen, die wedstrijd. De eerste keer was dan in 92 moet het dan zijn, tegen Brugge, toen hebben we verloren. Dit kan dus de eerste zijn. Ja. Vinden jullie dat belangrijk, de Supercup? Want voor mij is altijd zoiets van... Dat wordt gespeeld nog voor de competitie. Bij welk seizoen hoort die match zelfs? Hebben wij gedaan op de vorige? Met de twee geleden bij een beker begonnen? Toen is er geen Supercup gespeeld. Ja. Corona. Als, ja. De Supercup, dat is ook alleen maar belangrijk als je dat wint. Hè? Ja, voilà. Zo gelijk de Nations League. Dat interesseert niemand iets. Ja. Daar ligt niemand van wakker. Maar als je wint, dan zeg je wel, hé, we zijn wel gewonnen. Zie eens hoe goed dat wij zijn. maar als een Antwerp nu niet speelt, dan... Ja, ik weet zelfs niet dat het uitgezonden wordt. Kijk daar niet naar. Dat is een oefenwedstrijd. Hè. Ja, dat is leuk voor de supporters om die nieuwe spelers te zien. En als je dan daarna... krijg je er iets voor? Krijg je een beker? Bij de Supercup, ik weet... Ja, dat is een cup, hè? Daar
daarbij komt ook nog dat het eigenlijk geen echte supercup is, hè, want we zijn dubbelkampioen. Dus wat mij betreft is er geen supercup. Nee. Dat is gewoon eigenlijk hebben we tegen onze belofte moeten spelen. Ja, eigenlijk wel. Dus wij zijn sowieso gewonnen. Dus, Hoe cool zou dat zijn dat we tegen onze eigen B-ploeg zouden mogen spelen? Dat zou echt een middelvinger naar alle andere ploegen zijn. Dat zou ik wel tof vinden. Over nieuwe spelers gesproken. Ik tel er 3 transfers. Ben ik juist? Denk het wel. Hè. Georges Ilenikena van Amiens. Dat is een 16-jarige boy. Jacob Ondrejka. Die was al lang aangekondigd. Dat is die Zweut. En dan zijn Lammes van Club Brugge, de doelman. Mis ik iemand? Denk het niet, hè? Nee. Ik ben dus wel benieuwd om die mannen aan het werk te zien. Met name de twee... Wat ik ervan gelezen heb, is toch wel redelijk positief. Ja. Die spits dat echt wel een baller is. En die ontdek jij ook. Dat is echt wel een fijn speler. Ja. Dus ja, ik hoop dat ze spelen zonder. Ja, zelfs Senna Lammes, wie weet. De kosten van de Jean. We hebben al wat oefenmatchen gespeeld. Allee, het is te zeggen, eigenlijk hebben we heel weinig oefenmatchen gespeeld. Ik ben er niet in geslaagd om dat in mijn voorbereiding helemaal uit te diepen. Maar ik heb gevonden Hertha Berlijn gewonnen, AEK Athene verloren. Ik heb niet verder gezocht, maar hebben wij verder een oefenmatch gespeeld. Ah ja, dat is ze. Ja. Dat viel mij wel op, een schril contrast met pakt 7-8 jaar geleden, dat wij soms 9-10 oefenmatchen speelden. Te beginnen bij Braschaat via Ruppel Boom en dan Vizé en wat weet ik allemaal. Ik mis dat wel. Wel, ik vond dat ook. Maar ik zeg dat elk jaar bij ons hier in de podcast, maar ik vind het altijd heel gezellig om daar in Braschaat of in Kapelle een pintje te drinken langs de lijn in het zonnetje, een beetje zeveren, wat jonge gasten minuten te zien maken, wat nieuwe gezichten. Dus in dat opzicht kijk ik nu dan wel uit naar die Supercup, maar dat is toch gezelliger als dat zo aan de kant van een derde klasser of een weet ik hoeveelste provincialer is. Maar in mijn beleving zit er ook veel minder tijd tussen die seizoenen dan 7-8 jaar geleden. Ik weet niet of dat effectief klopt, ik denk dat wel. Mm-hmm. Dus heb je dan zoveel oefenwedstrijden nodig? Ja, nee, waarschijnlijk niet. De competitie is ook al... Ja, dat zijn alleen maar oefenwedstrijden voor de play-offs. Zeker nu dat er terug 2 extra ploegen in die play-off 1 zitten. Dus ja, liever als ze dan goed fit blijven tot het einde van het seizoen, dan dat je nu tegen Sint-Leonards en consorten erin altijd speelt, lijkt me. Genoteerd. Voordat we echt gaan voorbeschouwen op de match tegen Mechelen, toch even een belangrijk momentje uittrekken voor Bram Broeks. Onze vriend Bram Broeks is ons ontvallen. 42 jaar, de mensen die Bram Broeks niet kennen, een kleine inleiding. Dus gekend van supportersclub Old Trafford, mee in het bestuur van de FASC gezeten en een van de bezielers en oprichters van Act As One. Iedereen dat een Bram heeft gekend, ik ken niemand die er een slecht woord over te zeggen had, geweldige vent, heeft veel gezondheidsproblemen gehad. En daardoor is hij ook een paar geleden moeten stoppen met de Antwerp überhaupt te volgen, laat staan betrokken te zijn bij georganiseerde fanclubs enzovoort. Zijn gezondheid is blijven achteruit gaan en hij is nu dinsdag overleden. 42 jaar, laat een vrouw en dochtertje na namens de vierkante paal, denk ik dat wel mag zeggen, onze diepe gevoelens van medeleven aan vrienden en familie. En vrienden had hij veel. Is er zondag een momentje op de bos? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar als ik me niet vergis, is een SLO. Je hoort dan ook bij de kennissenkring van Bram Broeks. Dus ik neem aan dat hij dan wel een woordje zal doen. Voilà. Dat was het. Ik kan er niet veel meer aan toevoegen. Hoewel dat er zat aan te komen al redelijk lang, is toch een klap voor iedereen die Bram heeft gekend. Ja, ik las dat vandaag in de gezet als zelfs een oud jeugdspeler. Ja, dat wist ik ook niet. Ja, dat is ook niet. Kijk. Bon, dan gaan we terug naar het sportieve, hè, boys. We spelen voetbal, dus tegen Mechelen de zondag. Of misschien eerst even over de transfers, want het is juli.
De mensen zagen en klagen dat ze meer transfers willen zien, inkomend dan. Delen jullie dat gevoel, Geron? Zit jij op uw honger van inkomende transfers? Is onze ploeg totaal onvoorbereid? Nee, helemaal niet. Ik denk dat we redelijk sterk zijn gebleven. Ja, buiten en Stengs en Keita. Pacho. Met Stengs is er nog bezig, maar die is nu ook gegeven door PSV. Keita denk ik dat een hopeloze zaak is als Leuven 10 miljoen vraagt. En we hebben daar Youssef, die er ook klaar voor is, denk ik. Verwacht ik nog wel wat? Ja. Lukaku heeft nog geen ploeg, heb ik gehoord. En die is nergens niet meer welkom. Nee. Jij verstaat de kunst echt van overal ramen in te gooien. En hij is al op Den Bosch al geweest. Hè? Romelu Lukaku is in de klas schotten. Dat is een persoonlijke maat van Nikeize Kudimbana. In de business seats naar een match komen zien. Ik weet ja, niet. Zijn broer ook bij ons geschot, dus die zal misschien ook wel een keer zijn geweest. Die zal zeer positief zijn over Antwerpen. Dat is in de oude business seats, die is in de visbak geweest. Dus volgens mij wil jij niks te maken. Misschien heeft hij het gevoel van, er moet een Lukaku slagen bij Antwerpen. En de vorige Lukaku is niet geslaagd. Ja, unfinished business. Ja, iets echt. Met de spits achter Janssens. Nee, ik verwacht toch wel wat. Ik denk een Thorgan Hazard. Ik denk dat dat geen onmogelijke is. Oké. Okay. Ik denk dat ze uiteindelijk nog wel in de verdediging ook iets gaan bijhalen nog. Ja. Want ik zeg op de oefenmatch dat Richie de Laat centraal had gespeeld. Daar ben ik toch ook geen superfan van. Maar uiteindelijk is Avila gekocht voor centraal te spelen. Mm-hmm. Dus misschien gaat die wel opschuiven en dan links Fiennes. Ik verwacht daar nog wel iets. En ik verwacht aanvallend ook nog wel iets. Ja. Oké. Okay. Maar wat ik goed vind, is dat ze niet zoals vroeger er 10 kopen. Nee, ik denk het gevoel, die zijn keigericht bezig. Eerder op rendement en het moet perfect passen of ze doen het niet. En vorig jaar is dat toch wel goed gebleken, want ze hebben een dubbel gepakt. Dus. Oh ja, voilà. En dat wil ik ook even zeggen aan alle mensen die toch klagen over weet ik wat. Ten eerste, ik denk dat Mark Overmars weet wat het hem aan het doen is. Ik denk niet dat je nog iets te bewijzen hebt om de George en de Rudy van Deurne-Noord. De markt weet het beter dan u. Dat is gewoon wat je moet onthouden. En ten tweede, er staat echt wel een ploeg. Uiteraard niet perfect. En ik denk dat we allemaal akkoord zijn dat we inhoudelijk niet per se de beste kern hadden vorig jaar. Maar we zijn toch maar gewoon kampioen geworden. Dus kan dat beter? Altijd. Maar je moet inderdaad, zoals Geron zegt, nu niet van nul beginnen of er 10 buiten smijten en 8 nieuw halen. Dat gaat nu echt over gericht versterken. Ja. En het graven is, die spits dat ze dan bijkopen in 16 jaar, maar echt wel een talentje. Mm-hmm. Dus die zijn ook wel bezig met, oké, we gaan er beginnen met 32 kopen. Nee. Mm-hmm. 16, die kan invallen, die heeft waarschijnlijk ook nog niet de nood om eerste spits te zijn. Mm-hmm. Maar wel ene die hoogste rang is gebleven blijkbaar. Dus. Ja, cool. Ja, ik denk inderdaad ook centraal van achter zal nog iets bij moeten. Als ik onze vragen lees die we hebben binnengekregen op Twitter en Instagram, die wordt vaak aangehaald. En voor mij mag er ook nog een extra aanvaller bij, want Jansen die gaat geen 40 matches spelen. Die jonge gast hopelijk heel veel matchen en heel veel minuten maken, maar we moeten altijd voorbereid zijn op blessuren en kaarten. Ja, maar Thomas, als je een kerel van 6,5 miljoen of wat was koopt, ook al is die 16, mocht je dan niet verwachten dat dat een goede tweede spits is? Jawel, maar redden met twee spitsen genoeg als je op 3 niveaus wilt meedoen? Je kunt al, we hebben een eerste seizoen met 1 spits gespeeld, dus dan denk ik wel dat je er met 2 kunt spelen en dan met Bali of met Kerk in de spits, waar dan niemand echt grote fan van is. Oké, maar ja, dat... Daar hebben we het ook mee overleefd. Daar zijn we ook kampioen mee geworden. Dus moet je dan nog per se een derde spits gaan halen? Ik weet dat niet. Stel dat je Champions League groepsfase haalt. Ja, maar dat is iets anders. Maar dan komt er ook wel een financiële ruimte. Hè? Dat je moet winnen, die je 10 miljoen kunnen opbrengen. Want je hebt altijd een groep met 1 of 2 clippers waar je niks aan kunt doen. En dan ene waar je van mocht hopen. En als je dan juist die 2 weken weer niks zal lopen, ja, sorry, dan met Kerk en Balikwisha, with all due respect,
Dat wil eigenlijk belachelijk. Je gaat toch geen een derde spits kopen voor één week, alleen in augustus, en die dan terug verkopen. Ja. Als het niet gelukt is. Ja. Michael Frey. Ik denk dat daar ook nog wel wat van afhangt. Als effectief, als we de Champions League halen, waar ik vanuit ga, want we gaan op Wembley. Jij begint met het einddoel en dan begin je terug te rekenen van wat moet er allemaal gebeuren. Ja. Ja, slim. Dan komt er sowieso nog gerief bij. Maar ik denk dat dat ook de reden is, die in Champions League, waarom dat mensen toch wat zenuwachtig aan het worden zijn. Of toch sommige mensen. Want ik denk dat het al bij al nog wel meevalt, maar ja. Maar wij zijn altijd wel klagers en zagers. Ja, maar eind augustus. Ja. Zo, de verdediging, dat is zo daar wil je toch wel zo'n automatisme. Of je moet iemand van het kaliber van Alderweireld hebben, die dat gewoon op puur talent zijn wedstrijd kan spelen. Maar als je een type Pacho, een jonge kerel, erin zet, misschien van Zuid-Amerika of ik weet niet wat, ja, dan moet je toch al wel wat voorbereidingen hebben meegemaakt. En ik denk dat mensen daar wat in teleurgesteld zijn, omdat ze wel verwachten dat er iemand nieuw komt. Avila? Ja, dat wordt gezegd, Avila of Van den Bos. Maar jij wilt gewoon Vines in de ploeg krijgen, dus daarom dat jij die nu naar voren schuift om die centraal van achter te zetten. Ja, ik heb nu gelezen dat hem in de oefenmatch 20 minuten tijd toch wel een paar heel schoon voorzetten had gegeven. Ja, het mag. Ik ben benieuwd. Ja, ook. Bij Avila is voor mij gewoon afwachten, omdat dat zo niet de typische verdediger voor... wij Belgen, als wij een verdediger, een centraal verdediger in ons hoofd hebben, dan is dat niet... Toby Alderweireld. Ja, wel ja, zo, kathedraal van Mengs. maar niet Avila. Maar bon, die Martinez die dat nu bij United shot, dat is ook niet de grootste. En die shot wel bij de middenmotor in de Premier League. Dus, ah ja, bon. Ik kan wel zeggen, maar niet te optimistisch. Hè. Uw geliefde Newcastle troeft die... Die mannen, met plezier. Qua geruchten inkomend, hè, om toch die mensen die erop zitten te wachten, te plezieren. Miles Villar heeft vandaag een interview gedaan, waarin hij aangeeft ooit op de Antwerpen te willen spelen. Dus dat is genoteerd, Mille. Op transfermarkt nog altijd een Amane Romeo genoteerd als gerucht. Ik heb dat hier een paar weken geleden ook in onze WhatsApp-groep zien passeren. Een centrale middenvelder, ook uit Zweden. We shall see. En geruchten uit, natuurlijk. Daar moeten we ook al die lijkenpikkers die onze meest succesvolle spelers willen komen stelen. Ik denk aan Jean Butet. Verwachten jullie nog dat hij vertrekt deze zomer? Geron, ga je eerst. Ja, maar ik verwacht dat er niet naar Nottingham Forest gaat gaan. Nee. Ik verwacht wel iets groter dan Nottingham Forest. Dus ja, ik verwacht wel dat je. Ik denk dat ze echt wel mee bezig zijn. Ze hebben de langs binnengehaald, ze zitten met 4 kippers. Hè. Mm-hmm. Ja, dat, ik verwacht dat wel. Oké. Okay. Dylan, zie je hem vertrekken? Wel het gevoel dat hij van de club ook mag vertrekken. Mm-hmm. Omdat het, als je er nog op wilt cashen, dan is het nu toch wel deze zomer. Mm-hmm. Maar ik denk ook wel niet dat Butet naar een ploeg gaat dat per se Europees speelt. Dus misschien dat je die dan houdt tot die wedstrijden van de Champions League, om die dan daarna te doen verkassen. Als je dan toch een akkoord hebt met ik zeg maar iets in Norwich of een, ik weet niet, ja, het is puur speculeren. Hè. Ja, ja. Dat zou me dan niet onlogisch lijken. En als keeper is dat ook wel een risico, hè, als je zo laat in de transfermarkt nog verkast. Dat is zeker waar. Dan moet naar wellicht al naar een ploeg waar dat niet goed draait en waar ze dus hun eerste doelman willen vervangen. Ja, gaat er maar aan staan. Ik weet het niet. Maar ik heb wel het gevoel dat hem zelf wel graag zou willen vertrekken. Als er een mooie club komt en dat zo'n club zoiets heeft. Van ja, we willen hem eigenlijk liever nooit kwijt. Maar binnen de huidige realiteit is het gewoon nu de moment. Dus ga maar. Als we een schone cent krijgen. Alright. Ja. Ik heb ook al het gevoel dat Senna Lammes gehaald is als misschien niet eerste doelman, maar wel echt om zeer klaar te zijn voor als Butet vertrekt. Ja, dat vind ik wel straf dat hij echt wordt genoemd als eerste doelman, aangezien hij heel weinig ervaring heeft. Ja, ik heb dat gevoel omdat mij dat wordt ingefluisterd. Was door de keeper van Club Next vorig jaar? Ja, en ik
kijk wel wat matches om, allee, of zeker samenvattingen van de Challenger Pro League. Heel vaak stond hij Nick Shinton bij, in de basis bij Club Next. Okay. En dat was een drama. Dat is een van de slechtste keepers die ik ooit heb gezien op dat niveau. Dus dan denk ik, als jij de voorkeur krijgt op Senalames, wat betekent dat dan? Maar dan heeft iemand mij gecorrigeerd en gezegd, nee, dat Senalames die zat al op de bank bij de A-ploeg en daarom speelde hij niet. Rare logica, maar goed. Maar het zou wel een goede zijn, hè? Ah ja. Ja, maar dan heb ik toch... Ik zou je dan precies meer speeltijd geven in tweede klas dan altijd op de bank te zitten. Maar ja, goed, het gaat over een ploeg van Club Brugge. Daar kunnen we lang over lullen, hè? Arthur Vermeeren. Over jonge helden gesproken. Nog niks concreet, laat ons blij zijn. Mogen we gewoon... Zullen wij het beslissen, Geron Dillen? De Arthur vertrekt niet van de zomer. Nee, die blijft. Voilà. 100 miljoen of niks? Ja, maar zelfs... Het zou zelfs wel 100 kunnen, miljoen. Nee, maar het zou wel kunnen dat hem verkocht wordt deze zomer. Hè? Als, een Arsenal komt en die willen, opnieuw maar iets, 40 miljoen leggen. En ze zeggen, blijft nog maar een jaar bij de Antwerp spelen. Of zoals Genk me van Voort, 2 jaar bij de Antwerp. Ja. Ja. Of pakt Sambi Lokonga even in ruil? Komt van de Voort? Twee jaar bij de Antwerp? Cultuur. Wat? Van de Voort is gekocht door, wie was dat toen? Leipzig, hè? Voilà, Leipzig. En dan mijn huurovereenkomst meteen terug voor 2 jaar. Maar, Genk. Ja. Maar nu wordt hem dus effectief. Nee, maar Leipzig. Dylan zei dat hij 2 jaar bij Antwerp ging spelen. Ah ja. Dat is een klein grapje. De Voort, sorry. Ik zou het niet nu een trein uitsteken. Alles ziens. Nee. De Youssouf die wordt ook soms aan zijn mouw getrokken, maar die moet al zeker blijven natuurlijk, nu dat Keita nog niet terug is. En dan nog Frey, Verstraten, Desolé, Boya. Die is allemaal nog in zijn beker. Dus clubs die luisteren, pakt ze weg. Hè. Het gaat wel niet gemakkelijk zijn, denk ik, om die allemaal kwijt. Want sommige van hen hebben wel een dik contract dat ze ergens anders niet gaan krijgen. Krijg er zowel Steve Colpaert en Björn Vlemings-vibes van. Het zijn allemaal wel gasten die nog op voetballeeftijd zijn. Hè? Van een Colpaert en Vlemings. Ja. Maar als er geen goede aanbieding komt, dan kiezen die misschien ook wel gewoon. Maar was Utrecht die bezigheid voor Vrij? Of is dat ook al afgeketst? Ja, ik heb dat ook gelezen, dat is waar. Maar niks meer van gehoord. KV Mechelen, wie verwacht jullie aan de aftrap, Geron, voor ons? Voor ons? Buté. Ja. Een derde prijs pakken. Hij is een vierde. Vorige weken stond hij ook... Nee, dat was voor Polat waarschijnlijk. Nee, dat voor Matthias, hè? Ah, tuurlijk. Ja, ik heb een artikel over geschreven. Goed bezig. Nee, als we een derde prijs nog even pakken. En dan een Tobin. Rechts wil ik. Ik kan toch voor Jelle Bataille. Ja. Centraal Avila, links Fijns. Dan middenveld. Youssouf. Vermeeren. Ekkelkamp. En dan van voor. Ja, Janssens. Die een Ondrejka, links. Is daar naar links van voor? Speelt hij links of rechts? Ik denk rechts, links. Ja. Dus dan wil ik die in plaats van Bali, wil ik die Ondrejka zien. Mm-hmm. En dan rechtskerk. Rechtskerk en dan in de punt de Jaanse. Kun jij je daarin vinden, Dylan? Misschien nog. Ja, behalve Vines. Nee. Ik moet zeggen, ik had zelfs Vines niet overwogen toen ik mijn elf aan het maken was. Het is een oefenmatch, dus ik kan mij in alles vinden. Ja. Moest ik nu denken, dan zou ik wel Avila naar links trekken. En Van den Bos centraal zetten, gewoon omdat dat een jonge Belg is. We gaan dit seizoen nog meer... zien spelen, vermoed ik. Dus dan moet je die ook in de Supercup die minuten geven. Bali zou ik erin houden. En Ondrejka zou... Ja, die wil ik wel zien spelen. En Janssen in de punt.
Buteen een helft, in die Alamans zijn ook maar een helft. Echt een oefenmatch. En als tijdens de rust 5-0 voor staat, dan mag Alamans ook in de punt spelen. Het maakt me niet uit, het is een oefenmatch. Ja, dat is met eindeloos wisselen ook waarschijnlijk. Ja, misschien wel. Is dat op een volledig veld dat gespeeld wordt? Klein grootje of grootje? Ja. Zeg, los van kunstgrepen om favoriete linksbacks in de ploeg te krijgen, zijn jullie fan van Richie De Laat als centrale verdediger? For once and for all, want dat wordt dan nu terug overwogen in die oefenmatch tegen, wie was het? Hertha. Stond hij blijkbaar centraal, dus links naast Toby. Hij is tenslotte tweevoetig. Maar beschouwen jullie dat als een serieuze optie om het seizoen mee te starten, Toby De Laat? Dat is een plan B, hè? Denk ik. Ik vind dat de beste plaats van de Ritchie op dit moment, nu dat de snelheid is afgetopt en zo, dat rechts is in een driemans centrale verdediging. Okay. Maar dat systeem dat gaan we niet zien. Ik vind dat ook niet erg, want met drie centrale verdedigers voetballen ben ik nooit echt van geweest. Dus het kan als het moet, maar liever niet. Dan denk ik dat eerst Van den Bos en Avila overwogen zullen worden centraal. En dan pas Ritchie. Maar bon, de voorbereiding is er om toch eens even te kijken wat er allemaal kan. Hè. Nou, nog wat unusual suspects. Arnor Mouya is niet genoemd. Nochtans kampioenenmaker en dubbel creëerder. Die mag invallen voor mij, absoluut. Maar ik schat Kerk net iets hoger in. En er is veel gezag over Kerk, maar als je deze cijfers gezien op een half jaar tijd... Het is eigenlijk wel keigoed cijfers. Ja, die wou echt niet meer terug naar Rusland. Ja, dat vind ik ook logisch. Ja. Ik zou ook niet in Rusland of Kiev willen een shot op deze moment. Bongondal wel. Wat dan? Die van Genk van vroeger, Bongondal, die is van Spanje naar Rusland gegaan. Nu, Rusland is groot, hè? Dus... Ja, Spartak Moskou. Ja, Bongondal is naar Rusland. Laat ons zeggen dat die mens het nieuws niet zo volgt. Ja, waarschijnlijk. Die mensen zeggen, leuk. Een match tegen Sint-Petersburg. Nog een naam dat ik niet heb gehoord. Anthony Valencia. Laat ons hopen dat dit ook het seizoen van de doorbraak van Valencia. Ik heb hem dat gezegd, hè. Ik heb in het Spaans gezegd van volgend seizoen is het nu of niet. En hij verschoot dat ik Spaans spreek. Sprek hij Spaans? Zo'n jommetje Spaans terug. Wie Jos bent u Jos? Christopher Scott, ja, die wordt... Allee, denk dat... Ik zal mijn gevoel geven. Ik denk dat het voor Christopher Scott... als het die eerste maanden nu niet gaat gebeuren, dan gaat het niet meer gebeuren voor Scott op de Antwerpen. Ik denk dat stap van... Ja, ik heb dat gelezen, dat je zelf zegt van ja, ik vind dat ik moet starten, want als ik niet kan starten, dan moet ik er iets anders gaan zoeken. Dat mag zijn persoonlijke ambitie zijn, maar ik acht hem niet goed genoeg om basisspeler te zijn. Maar als ik dan zie, elke keer dat hij invalt, gebeurt er niks. Nee. Maar ik denk wel dat hij het iets genuanceerder heeft gezegd. Nee, die zei echt letterlijk, ik moet shotten. Ik kust mijn kloten. Ja, ik moest spelen. Oh ja, en dan ga je een andere club. Het is letterlijk gezegd. Ah, ja, okay. Dus, ja. En dan nog Krasnici. Die naam is ook niet gevallen, nog niet. 22 jaar net geworden. Verwachten we daar nog een doorbraak? Want hij is intussen al een derde rechtsbak of linksbak, wat je hem ook kwijt wil. Verwachten we daar iets van dit seizoen? Ik verwacht daar niks van. Als in, ik kan alleen maar meevallen. Ja. Ik kan alleen maar... positief verrassen. In normale omstandigheden gaat hij wellicht niet te veel spelen. Hè. Nee. En we hebben nog Engels en Corbani die geblesseerd zijn. En, voilà. Onze kern is zo klein allemaal niet. Hè? Hey. Nee. Kunnen we dezelfde oefening doen voor KV Mechelen? Mijn antwoord is nee. Als je op transfermarkt gaat kijken... Volledig niet gevolgd. Dat is meestal mijn truc. Hè, van ik bereid mij voor op de podcast, op de voorbeschouwing. Ik ga even kijken wat de laatste matchen van onze tegenstander dan waren. Hoe heb die gespeeld? Wie is erin gevallen? Bla, bla, bla. Als je nu gaat kijken, die hun laatste officiële match is 30 april tegen de Nat. En een oefenmatchje? Ja, die staan niet op transfermarkt. Dus, en zo ijverig was ik dan weer niet. Ze hebben wel een spits. Dat is
dat is al meer dan, ja, dan de twee wedstrijden tegen ons. Een kerel uit tweede klasse, waar hij ja, 5 doelpunten heeft gemaakt of zoiets. Lauberpach. Ik denk niet dat we daar echt heel veel schrik van moeten hebben. Van die, Duitse van, tweede van, klasse, voor alle duidelijkheid. Hè. Ja, ja, van ja. Duitse. Ja, Zweiten ja. Bundesliga. Dus ja, ze hebben een spits, ze hebben een aanspeelpunt. Mm-hmm, dus ja. Dat zal al anders zijn dan wat we gewend zijn. Ja, Verstraten is daar weg. Daar hebben we ook, dat gaat geen verschil voor ons zijn. Nee. Dries Wouters is weg. Dat toch wel een naam is die dat de meesten wel zullen kennen. Ik denk als ze er alleen maar bij winnen, dat hij er niet meer tussen loopt. Want ik vond hij dramatisch voor hun. Maar kijk, dat ben ik dan weer. Ja, hij gaat nu naar tweede klasse, naar Lommel. Ja. Dat is, ja. En daar doen ze op dat ze een wereldspeler hebben binnengehaald. Maar ik denk dat hij daar op zijn niveau zit. Het is erg, want hij dat... Het had heel anders kunnen uitdraaien voor hem. Die hebben van Lommel Rafik Belgadi gehaald. Dat ging jij ook zeggen waarschijnlijk, Dylan. Dat is wel echt een goeie. Die ken ik niet. Was in shotten. Dat is wel een goede shotter. Maar, mannen, laten we eerlijk zijn. We moeten dat winnen, hè. Allee. Ja. Ja. We moeten niet ontwijfelen. Het is maar een oefenmatch, hè. Dus we moeten niks, hè. Jawel, het is een club. Nee. Je begint en je eindigt met een beker. Dus we beginnen met een beker, we eindigen met een Champions League. Dus... Maar is dat een treble als je die Supercup wint? Ja, nee. Of is dat een treble in het, als we dan nog eens een dubbel pakken dit seizoen? José Mourinho bij United heeft dat ooit beschreven als het winnen van, wat was dat dan, die hun versie van de Supercup, dan de League Cup en de Europa League. En dan zei hij, ik heb een treble gewonnen met United. Dat is natuurlijk bullshit. De treble... Is kampioenschap. Ja, ja, tuurlijk. Een Europese beker en de nationale beker. En dan in Engeland een FA Cup en niet de League Cup. Dus nee, de Supercup hoort niet bij een treble. Nee, maar... Het heeft ook een naam, hè. Het heeft ook een naam als je de dubbel pakt in de Supercup. Nog altijd een dubbel gewoon, maar je hebt een oefenmatch gewoon. Zo heet het. Nee, een dubbel plus of zo. Maar de vraag was vooral... Hoort dat dan bij vorig seizoen of is dat dan dit seizoen? Ja, net. Officieel hoort dat bij het seizoen 23-24. Maar dat voelt toch gek, hè? Dat voelt raar. Ja. Maar bon. We beginnen ons seizoen met een beker en we eindigen ons seizoen met een beker. Met de Champions League. De beker met de grote oren. Bij Mechelen, ja, inderdaad, er zijn wat spelers weg. Er zijn wat spelers bij. Maar ik moet zeggen, ik ken daar niet al te veel volk van. Jij ook niet, Dylan? Jij doet research. Verdediging in de middenvelder van Sint-Truiden. En daar zijn ze zelf wel heel blij mee. Die Konaté, dat is die speler. Waar dat Stinks zo even bagaar mee had op Sint-Truiden. Ja, dat is wel een stevige gast. Dat ze daar wel misten. Hermans gebleven? Ja. Ja, die was wel ziek voor de ploegfoto die op dinsdag genomen is. Dus wil dat zeggen dat hij er niet bij gaat zijn? Dat weet ik niet. Als het een valling is, gaat hem erbij zijn. Eet hem AIDS, wel misschien. Een dildo is van zijn melk. Had jij nog opvallende conclusies, Dylan? Nee, dat is het. Oké. Ik denk dat er veel meer jeugdspelers wat geschoven is bij hen, want al de namen die ik dan tegenkom... Daan Foulon komt er ook nog bij. Juist. Van Italiaanse, nu derde klasse. Ik denk dat hij gedegradeerd is in de Italiaanse tweede klasse. Dat is een Belg, linksachter. Ik heb die ooit gekocht op Voetbalmanager. Misschien andere mensen ook. Is die niet naar Benevento gegaan toen hij nog in de Serie A speelde? Dan is het wel heel pijnlijk dat je zo'n dubbele degradatie meemaakt. Maar bon, het zal niet zijn schuld geweest zijn, hè. De dam. Dus wij verwachten... Ik heb geprobeerd om zo'n ploegje te maken. Op basis dan van vorig seizoen en dan de namen die ik zo heb zien verschijnen. De koeken, die zullen wel in de goal staan. Van Lerbergen, Lavallée, Foulon, laten we ervan uitgaan. En die Belgali. Konaté, Schoofs, Mrapti. En dan Storm, Heiremans en die Lauberbach of Lauberlach. Dat zou het kunnen zijn, hè. We zullen zien, hè. Geen verwachtingen, oké. Okay. Nee. Zullen we eens wat vragen gaan bekijken, boys? Ja. Goed. Goed? Ja, oké. Okay. Goed. Een deel net te vroeg, goed. Het valt op. Hij wil hier zo snel mogelijk afsluiten. Maar laat me het opstaan, Dylan. Ik heb vandaag een vroege gehad. Morgen heb ik gewonnen, maar ik ben van de morgen om 3:30 ging de wekker. Oké. Okay.
stond 5 uur in. Dan ben ik gaan slapen en dan kwam ik terug van de interface. Ah ja, ik ben om 2:30 gaan slapen, dus ja, het was een korte nacht. Ja. Zowel de Mirke Moreels als Bart de Bruyne die vragen dat over die treble. Mijn antwoord is simpel: nee, telt niet mee. Het is gewoon een extraatje. Dubbel plus. Ja, we hebben hier al heel veel vragen behandeld, moet ik zeggen, transfernieuws. De FM King Summer die vraagt nog of wij het afscheid van Avadongo helemaal hebben kunnen verwerken, want voor hem was het een grote klap. Ik denk dat hem niet helemaal serieus is, Geron. Ik denk dat het een comedian wordt. Gelijk gaar. Ik verwelkom elke concurrentie. Ik zit hier te bibberen op mijn stoel. Nee, die had ook zo een compilatie gemaakt van de beste momenten van Avadongo en tricks en skills. En dat was dan zo het enige beeld dat er bestaat van Avadongo. En dan zo'n zwart scherm. Dat vond ik wel goed. Ja. Goed gedaan. Beter dan het filmpje van Luc Wijns alles is. Dat laat ik bij u. Dat laat ik. Daar gaat mijn carrière. Hup. Ja. Ja, de Francis Vliegen die merkt op dat wij ongelooflijk bescheiden boys zijn. Hè, aangezien dat wij voor de beker elke dag en elke minuut van elke dag afleveringen aan het uitpersen waren. En na de dubbel eigenlijk niks meer. Dus wij zijn de enige bescheiden Antwerpenaren volgens Francis Vliegen. Is dat terecht? Ik denk wel dat mensen die de live hebben gevolgd wel zagen dat de rest, dat iedereen van het panel oftewel heel moe, oftewel nog dronken, oftewel in een gigantische kater zat. Dus dat misschien wel niet slecht was dat er wat rust tussen zat. Maar ja, niemand houdt ervan, hè, dat je alleen maar op je eigen borst klopt. Gewoon genoten. En elke Antwerp supporter heeft dat gedaan. En die had onze zever daar niet voor nodig om op het werk content en blij te zijn. Over zever gesproken, Mr. Sarcastic, die heeft nog eens het nodig van om input te leveren. En de input is, waarom zouden we die match moeten spelen? Ik denk dat hem bedoelt dat het beneden hem is om een supercup af te haspelen. Geron, uw antwoord is duidelijk. Ja, beginnen met een beker, eindigen met een beker. Alsjeblieft, Sarcastic. Hoe zit het met ons stadion? Dat is misschien... Dat is half af. Ja. Dat is misschien een aparte aflevering podcast waard. Is het stadion half vol of half leeg? Dat is de vraag. Dat klopt. Een filosofisch vraagstuk. We hebben het allemaal zien passeren. De week na onze kampioenenviering dan op Stadhuis. En over de paar weken daarna. Ik moet zeggen, ik word daar niet vrolijk van als ik dat allemaal lees. En dat... Ik kan alleen maar zeggen aan alle mensen die zich heel graag laten opnaaien, dit hoort allemaal bij het spelletje dat die mensen met elkaar spelen. En dit hoort allemaal bij onderhandelingen. Dus mensen die zo heel hard geneigd zijn om de ene te geloven en de andere als leugenaar te bestempelen en andersom. Dit hoort er allemaal bij. Je wordt voor de kerk. Niet meer gebabbeld, maar nee, mannen, dat is gewoon onderhandelen op dat hoogste niveau. Ja. Zoals dat Thomas en ik dat kennen. Ik ben daar gelukkig niet bij betrokken, maar je ziet wel zo dat cynisme daar. Ja. Ik zie dat toch. Ik sta er gewoon bij als een koe in een wijn naar een trein te kijken. Ja. Een dossier, je kunt er niks aan doen, je weet niet wat je mocht geloven, je weet niet welke kant dat eruit gaat, wat een termijn we hebben. We zullen wel zien, dat is mijn gevoel erachter. Iedereen wil dat die... Die twee tribunes er zo snel mogelijk staan. We zullen zien wat er van komt. We hebben dat toch niet in de hand. Ja. Alright. Dat is wel onze mening over de nieuwe transfers. Wij moeten ze ook nog aan het werk zien, natuurlijk. Wij zijn niet gelijk de Hans naar Tirol gereden om het oefenkamp mee te maken. Maar het was ook rustiger. Vorig jaar kregen we keihard veel dingen en nu was het bescheidener op de WhatsApp en zo. Klopt. Kijken wij ook nog dagelijks naar de video van Tobias in de goal, Dylan? Sinds anderhalve week niet meer elke dag. Anders was het letterlijk elke dag, maar nu is zo... De Koen van der Elst is er ook mee gestopt op Twitter. Ja, dus het komt minder organisch tot mij. Ik moet hem echt al beginnen opzoeken. Ik ben wel aan het twijfelen om dat toe te laten zetten. Ik denk wel een keer in gaan laten zetten. Okay, met 33 ergens. Dat zou mijn eerste zijn.
Omdat het een positief moment is en een positieve omslag in mijn leven. Er zit ook een hele symboliek achter. Tussen uw wenkbrauwen. Ja, dat is het moment dat je positief was geworden. Ja, ja, voilà. Ja. Voilà. Schoon verhaal, hè? Ja, dat vind ik wel een leuke, 93-34 zo. Het is 93-34 of 33. Hè. Dylan, dan moet jij zelf even beslissen of dat jij meehult met de wolven die 33 zeggen. Maar als je het beeld exact stopzet, op wanneer dat dan binnengaat, dan is het 34. Dus dan moet jij kiezen welke uitleg dat je de rest van je leven wilt doen. Ja, wordt er niet algemeen 33? Wordt dat niet beschouwd als het dus moment? Dat is de populaire take. Maar, dus jij bent de snop, de elitaire snop die dat zegt. Ik werd het op, Dylan. Eigenlijk is het 34. Jij mag dat zelf kiezen. Ik ben de moderator. Je moet een tattoo laten zitten, 93. 33, eronder 34 en ertussen een balken. Opgelost. En dat allemaal op je voorhoofd, hè? Past dat allemaal? Nu weet ik niet meer of ik het ga doen. Of anders hebben zo legiaarachtige dingen. Met schrijfuitdrukking kan dat wel. En dan gaat iedereen zeggen, oh ja, maar dat klopt eigenlijk wel niet. Ja. Maar ik ken een Ziggy Sia, die ook beloofd heeft om een tattoo te zetten. Hè? Die heeft mij eens zat gebeld, ergens gedurende play-off 1, na een thuismatch, net om de Great Old, zei, en mij als voice of reason inriep, want ik was thuis en niet zat. En zei, ik heb hier beloofd dat je een tattoo ging zetten. Vind jij dat een goede idee? Ik zeg, ja, ik dan niet goed. Dus voilà, dan gingen we terug. Ja, hij heeft gezegd eerst dat hij een flesje Westmaal dubbel ging laten zetten. Van dat idee lijkt hem toch wel wat afgestapt te zijn. Okay. Jammer voor ons, misschien wel goed voor zijn madame. Dus het zou iets anders worden. Ik ben benieuwd. Dus niet meer... Het antwoord op jouw vraag was niet meer dagelijks dat ik het doelpunt van de andere wereld bekijk. Misschien moet ik een tattoo zetten, Wembley 24. Oh. Dat vind ik altijd waanzinnig. Dat cool. Van die mensen hè, die zo van een ploeg die in de halve finale van een Europese beker zitten en dan zomaar alvast die een beker op hun lichaam laten tatoeëren. Dat ik denk van, oh, gast. Klinkt heel Brits altijd. Ja, Newcastle. Het is effectief nog zo'n verhaal, die hebben dan de League Cup finale gespeeld. Dat ze dan fans gaan interviewen, die zo alvast League Cup 2023. Oh, Jesus Christ. Maxime Cornelis, die vraagt, komen er nog DVP Awards van vorig seizoen? Dat is een kei terechte vraag, Maxime. En dat stond dus ook allemaal op de planning voordat ik mijn decompressieaanval kreeg. Maar we hebben echt massa's goede ideeën. Dat ging super boeiend en interessant en geweldig worden, maar het is er allemaal niet van gekomen. Voor de volledigheid moeten we dat doen. We moeten eigenlijk ook nog onze tier dingen afwerken. Want we hebben dat in het midden van het seizoen gedaan en moesten dat eigenlijk op het einde van het seizoen doen. Dan moet iedereen natuurlijk excellent staan, maar het was zo'n waanzinnig einde dat het ook anders is verlopen dan andere jaren. Hè? Ja, dus dat is nu de vraag. Wat moeten we allemaal gaan inhalen? En heeft dat nog zin om half juli over de spelers van vorig jaar te praten? Misschien moet ik een poll op het internet zetten en dat de mensen me beslissen. Ja. Voilà, Steve Quintelier is echt blij om Valencia terug te zien. Wij allemaal. Valencia. Ben je verlof geweest of wat? Hier, Michael van Loveren vraagt, wanneer zou ik het magazine ontvangen? Michael, als u dat ontgaan is, we hebben veel miserie gehad. En met name ikzelf. Dat maakt ook deel uit van mijn decompressie, in alle eerlijkheid. Dat magazine gaat nooit meer aankomen, want Peepost is er 235 kwijtgespeeld. Ze weten niet waar. Ze kunnen ze ook niet teruggeven. Ze gaan ze ook niet terugbetalen. Ze zijn gewoon weg. Dus voor ons overheidsbedrijf heeft... Zou dat een postbode zijn die een Beerschot-supporter is of zo? Ja, om er 235 achter te drukken vind ik toch al straf. Maar dan nog, ik heb alle fases van rouw al meegemaakt. Ik ben nu sereen, maar Michael, het spijt me, het gaat niet meer komen. En ik heb iedereen die geklaagd heeft via devierkantepaal@gmail.com al een voorstel voor middelijke zieking gedaan. Dus ik betaal met plezier. Niet met plezier. Thomas, maar ik betaal het volledige bedrag terug van verzending en het boekje. Maar natuurlijk, ik wou dat jij dat boekje wel ontving. Thomas heeft zelfs een tattoo laten zitten, 235. En de boekjes die niet verstuurd. Niet gevoelig, Jeroen. Ik zou wel passen. Op mijn gat. Hij weet uw wonen.
Ja. En ik weet hem ook. Nee, maar echt, echt een, ik ben helemaal geen negatieve mens, maar fuck B-post. Uit de grond van mijn hart. En ik roep iedereen op om daar nooit meer zaken mee te doen. Want die zijn dramatisch. Sue me. Dus bon, Michael van Loveren stuurt mij een mailtje op devierkantepaal@gmail.com en we regelen het. En ook als er anderen nog zijn die wachten, ja, het gaat niet meer komen. Bon, ik denk dat we... Misschien heb ik gewoon stuurde dat ik dat ook niet heb gehad. Gewoon voor 12 uur. Ik heb wel degelijk een databank. Ik ben georganiseerd. Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen van B-post. Ja, voor de rest hebben we een beetje alles gehad van vragen en opmerkingen en problemen van de luisteraars. Dus ik dank jullie voor jullie expertise, enthousiasme, optimisme, Dylan. Misschien het laatste puntje, Dylan. Jij en ik, wij gaan elkaar zondag heel lang zien. Ja. Ja. Van 's ochtends vroeg de tot 's OG's gaan laat. Wandelen. Ja. Wil jij dat toelichten? Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Ik heb de vraag gekregen waarom, maar ik weet het niet. Dus ik zal het toelichten. Jij, Thomas Sleenbroek en Bob de Jong en ikzelf gaan van Herentals station naar Den Bosuil stappen. Hopelijk halen we het en komen op tijd aan voor de Supercup. Ik weet niet hoe dat is gestart. Dat is waarschijnlijk weer een idee van de Bob die dat sportief wil doen. En ik met wat FOMO en dan denk ik, ja, ik heb gesport voor de rest van het jaar. Ja. Voor mij persoonlijk is het een... hoe moet ik het zeggen? Is het een verderzetting van de viering van de dubbel? En is dat mijn tegenprestatie voor het universum? Voor het team? Ja, okay. Ja, de spelers gaan dat heel hard weten te appreciëren als ze dat horen. Ja, ja. De eerste keer dat een Thomas in het stadion ook gewoon zitten en ik gewoon recht staan. Ja. Dat hij achter hem blij kan zijn. Inderdaad. Ik wil er zelf niks zien, Thomas. Het is zo'n ietsje van een 30 kilometer, dus veel mensen gaan ermee lachen, maar voor mij is dat toch vrij ver. Ja, ik kan u nu al voorspellen, het gaat lukken, maar ik had een trap niet meer op kunnen van een Bosuil richting een tribune 4, dus ik hoop dat de lift daar werkt. Ja. Want anders... Hoe laat vertrekt u? 9 uur. En hoe laat is het match? 6:30. Allee, man. Maar nog langs de kwik. Dat je 3 per uur wandelen of zo. Ja, jongen, blijnen. Dat doet op handen en knieën. Ja, ondertussen kunnen we een tattoo laten zitten. Dus het is een kanaal, hè, dus we kunnen er ook in sukkelen, hè. Ja, mocht ons maak niet, een triathlon van. Mocht ons niet overschatten, Geron. De Bob wel, maar Thomas en mij... Nee, de Bob gaat dat met de vingers in de neus achteruit op één been kunnen doen. Is er dan een volgwagen? Nee. En drinken en... Wilde jij dat doen, Geron? Dat vind ik sympathiek dat jij dat wilt doen. Ja, tof. Ik kan het eens bekijken of ik kan. het is op het jaagpad, zo noemt dat... Langs het kanaal, dus. Nee, ik kan niet. Wanneer was het? Nee, dat kan niet. Bol. Luisteraars, als je goesting hebt van wanneer het als binnen een bos uit te wandelen, het kan, het mag. En mogen jullie dan ook aanraken, jou, hè? Dat denk ik wel. Zolang je maar geen vragen stellen over de boekjes. Dat is een godsmeug. Goed, mannen. Nog iets? Nee? Dat was het. Ik vond het leuk, de eerste. Hey. We zijn weer vertrokken. Ja, en nu van de zomer dan weer zo Europees voetbal, 2 matchen per week, losgaan. Boys, ik ga een planning maken. Ik ga mijn decompressieperiode afsluiten. En ik ga een planning maken en dat we terug vertrokken zijn. Ja. Luisteraars, hopelijk we met... We ook zeker zo terug nog een live doen, live, hè. Zo in live voetbal, online of live nee, met publiek? Echt, ja, ik vind dat heel leuk. Ja, dat is waar. Dat moeten we zeker vaker doen. Maar aangezien dat jij het nu beloofd hebt, moet jij het organiseren, Geron. Ah ja, oké. Zeven. Maar is dat te organiseren dan? Dus gewoon om die voetbalploeg te zeggen, hé, wij komen. Dat is goed, maar dat moet jij dat. Dat is prima. Hè. Ja. Mannen, peace out. En tot de zondag. Peace out. Dat gebruik je. Joep.